Ik vind zoenen echt heel lekker. Het past me eigenlijk aan de persoon met wie ik zoen. Ik vind het ook een hele toevoeging aan seks. Dit is hoe je zoent. Seks. We lijken er geen genoeg van te krijgen. In Sexperts delen verschillende soorten sekswerkers daarom hun verfrissende blik op seks. Ze geven tips en tricks en delen hun eigen hete ervaringen. En vandaag hebben ze het over zoenen. Ja, lekker. Ik vind zoenen echt heel lekker. Ik vind het echt wel een van de lekkerste dingen, denk ik, die er is. Gewoon die lippen op elkaar en gewoon als je echt die passie voelt, dat vind ik echt heerlijk. Best wel ingewikkeld zoenen. Het is niet alleen maar klaar, er zit meer achter. Het ligt eraan hoe het gedaan wordt, maar het kan echt heel sensueel en romantisch en zacht zijn. Ik vind zoenen leuk, lekker. Ik toch wel een van de belangrijkste onderdelen, want het zoenen brengt je in de mood. Of je nou seks zoekt of een relatie, vind ik toch wel zoenen heel belangrijk. Ik vind het ook een hele toevoeging aan seks, maar ook daarbuitenom. Mijn allereerste zoen voor de allereerste keer. Vond ik fucking vies. De eerste keer dat ik moest zoenen, man, dat was een meisje die was groter dan mij, man. En die wou me in elkaar slaan, dus niet meer te zoenen. Dus ja, het moest maar, dus ik deed maar. Hoe ging mijn eerste zoen? Wel, die was wel leuk, je weet wel. Hormonen en shit door je lichaam en zo, ja. Geweldig, het was geweldig. Ik zat nog op de basisschool. Hadden we net geleerd over tongzoenen. En we dachten dus echt, zeg maar, dat je je tongen zo helemaal om elkaar heen moest draaien. Oh, het was met mijn eerste vriendinnetje. Ik weet nog dat mensen mij hadden verteld dat je je mond als een wasmachine moest bewegen. En zij deed dat dus ook, want ik had het ook tegen haar verteld. En toen gingen we echt zo om elkaar heen. Toen dacht ik echt van, echt in de bosjes op het kamp. En toen dacht ik echt, wat is dit? Het is helemaal niet lekker. Het was heel raar en vreemd en eigenlijk helemaal niet chill. Ja, het was gewoon een hele vage soort tongzoenachtig iets. En daarna was ik ook gelijk afgeknapt van tongzoenen, want het ging echt heel fout en vaag. Dus daarna heb ik nooit meer getongzoen. Toen op een gegeven moment dat meisje die duwde ineens de tong in mijn mond. En weet ik nog dat ze tegen me zei van ja, zo doen ze het ook bij de Bot en de Beautiful. Ik weet het niet, man. Ik zei, ja, dat zal goed zijn dan. Ik denk heel kinderachtig, want je bent dan een jaar of 11 of zo. Dan misschien nog jonger, dan is het gewoon met de twee lippen. En dat was dan een... Het was amazing toen dat tijd. Nu denk je van godverdomme, dat was echt slecht, maar ja, zo begint iedereen. Het begint vaak wel gewoon een beetje rustig, gewoon met mond dicht. Ik zoen wel ja, met heel veel passie. Nou, ik ben niet echt een tongkusser, dus de manier waarop ik zoen is meestal gewoon ja, met de lippen alleen. Ik kan ook je lippen op elkaar houden en elkaar tegen elkaar aandrukken. Gewoon zo. En dan je lippen een klein beetje open zonder zuigen. Maar als je wat meer opgewonden bent of zo, dan gebruik je vaak meer tong. Het past me eigenlijk aan de persoon met wie ik zoen. Dus dat kan van heel rustig zijn, passionate, tot heel nat. Dan veelzijdig, laat ik het zo zeggen. Af en toe een beetje speels op iemands lip bijten. Ook niet te hard, dus ook niet chill. Schat, kom eens hier. Meestal draaien een beetje met hem onder dan. Om het een tongetje erbij of zo. Kijk een vrouw in de ogen, dan streel je er over de gezicht, de hele lang niet aan. Niet gelijk de tong in de mond steken, dat doet zij nu, hè. Ze steekt gelijk de tong in de mond. En lippenstift, daar moet je natuurlijk ook altijd op letten. Dus zorg ervoor dat je een doekje bij je hebt. Kom, doe het nog een keer. Langzaam, hè. Dit is hoe je zoent. Mijn handen laten zijn meestal op de billen of in het gezicht. Soms in het haar, soms trek ik aan het haar. Soms zo pak ik het vast. Het hoofd. In het begin ga je eerst natuurlijk rustig op de rug en tijdens het zoenen ga je langzaam, maar niet tegelijk te snel. Pas op, langzaam op de bil. Soms bij de borsten, soms de heupen, de billen. Als ik het naar het gezicht doe, dan vind ik het heel passionate. Dan is het, ja, vind ik een soort kracht uitstralen. En bij de billen ja, vind ik gewoon lekker vasthouden. Soms gewoon om de rug heen, ligt eraan wat voor zoen of kus het is. Coördineer je beweging van je handen met je lippen. Dat is mijn tip. Doe iets. Voel maar aan wat goed voelt, weet je. Niemand, iedereen is hetzelfde. Tijdens mijn werk zoen ik eigenlijk niet echt. Want in de porno is het meestal vooral dat je gelijk van voorspel, dus eigenlijk van pijpen, gelijk door naar seks gaat. Zoenen in de porno is nep. 99,9%. Nee, eigenlijk niet. Behalve als ik ja, video's maak, wat ik ook wel doe naast mijn camwerk. Heel af en toe heb je wel dat je echt kort een kus geeft, maar het is niet alsof je echt gaat zoenen als dat je in een relatie doet. Ja, ligt er aan welke job ik doe. Maar als ik aan het filmen ben, dan wordt er zeker gezoend. Want wat ik net zei, de volgende stap is dan seks bijvoorbeeld.
En met een goede zoener, ja, dan krijg ik een erectie en dan kunnen we de volgende stap doen. Ik heb het nog nooit gedaan dat ik ergens ben en dat ik dan zeg maar aan het strippen ben en dan opeens een meisje begint te zoenen, maar wel eens daarna.